Nou, het is wederom de man met startnummer 9, Thomas van Gerwe, die de leiding neemt. Van Gerwe neemt de leiding. Net ook al. Het is ook dat Overbeek hem toch lekker mee volgt, hoor. Hoe lang zal het duren? Want daarnet had hij natuurlijk een moordend tempo, die Thomas van Gerwe. Goed, we hebben Thomas van Gerwe. Gerwe draait de snelste tijd 48.952. En zie ik dan ook, ja, het is wel Overbeek die hem goed weet bij te houden. En Bas Beesemer, ook hij uit het team van Montfort Motorsport. Ja, het zijn de eerste zeven of de eerste zes uit het Montfort Motorsport team. En dan eentje van Speed Support. Dat weten we natuurlijk ook, dat is Piet van Velzen. Van Velzen ook al natuurlijk een... beroemde naam in de kartsport, Willem van Velzen, die alles verzorgt voor Tobla op het race- en kartgebied. En dan hebben we natuurlijk Jan van Velzen inmiddels woonachtig in Vietnam. En Jan van Velzen daar ook, denk erom, die heeft daar een bronfietsrace aan de gang gebracht op Vietnam. Dat wil je niet weten. En hij, je zal het bijna niet geloven, hij doet het toeren van de motoren. We zien Van Gerwe, Van Gerwe. Van Gerwe was een beetje, hij dacht het brokkie was iets te groot, de snelheid was te hoog. Van Gerwe gaat dan, nee, hij heeft geluk dat hij zijn tweede plaats kan behouden. Dan is het Overbeek die op het ogenblik de leiding heeft overgenomen van Van Gerwe. Van Gerwe verslikte zich een beetje, einde recht stuk, hij denkt dat kan ik wel doen. Heel laat remmen, ja, was het toch iets echt een beetje te laat, want de rest kan er omheen zetten. En hij, ook zijn vader, ook werkzaam en zorgt er ook voor dat we kunnen bellen hier in Nederland. De torens, de stierers ook, technisch gesproken, van de KPN. En het is nu toch, het is Overbeek. Overbeek aan de leiding, Gerwe op 2, derde plaats voor Vivian Meij. Vivian Meij op de derde plaats. En dan Bas Beesemer. Met nummer 75. Tijmen Boos met Britt van Oostrom op een zesde plaats. Met Rick van den Hoek. Dan Messendorp. Bart Sommer en de Cuperus en Austi. Dat zijn degenen die voor hun eigen klassement rijden. De Parolin World Finals en dit zijn dan de Briggs & Stratton World Finals. Kijk. Oh, zo zeg. Die van Gerwa, hij geeft dan een mega. Gaat hij eraan voorbij. En dan in één keer vergeet hij dan toch van, oh ja. Dat waren ook. Moet even remmen. Einde recht stuk. Ja, en dan denkt zeker ook de man Overbeek. Ja, dat kan hij wel doen, maar ik zet hem maar even naast. Daar deed hij ook. En hij had toch dat heel even niet zo lekker in de peiling, volgens mij. Makkelijk gezegd hoor, hier vandaan. Maar je kan het ook wel zien. Ondanks dat het makkelijk gezegd is. Snelste tijd is ook voor Van Gerwe. Van Gerwe zet neer. 46.369. 46.369. Wat doet hij? Is het er wel? Ja, wederom komt hij er naartoe. En nu doet hij het anders. Nu blijft hij erachter. Kijk, en hij kan het natuurlijk ook zeker als je in de laatste fase van de wedstrijd zit. Banden een beetje sparen. Dat soort dingen. Daar spaar je ze niet mee. Hè? Als je deze voet van me uithaalt. Maar het is Jelane Overbeek op dit moment op 1. 2 van Gerwe. 3 Vivian Meij.
En ik weet, volgens mij heb ik dan toch ook gezien dat Gerben rijdt dan wel bij Montfort Motorsport. Maar ook, heb ik begrepen, zijn moeder en vader bestieren dan een hele mooie rijschool. Autorijschool waar je de opleiding kan krijgen in Meidrecht. Groot rijbewijs, klein rijbewijs, alle rijbewijzen, daar kunnen we voor zorgen. En Van Gerwen, nou, die heeft nog geen rijbewijs, maar hij rijdt hier wel een ronde zonder rijbewijs. Wel met een licentie uiteraard. Het is Overbeek met Van Gerwen en mij weet het ook goed bij te houden. Is het dan ook Bezeme die de aansluiting inmiddels begint te krijgen? Ja, die heeft hij ook met nog meer, want volgens mij is het ook Tijmen Roos die... Boos, die erbij zit. Het zijn er vijf. Dus Tijmen Boos zit al bijna bij het groepje. Van Gerwen loert en kijkt. Ja, hij zal natuurlijk niet twee keer dezelfde fout maken. Wat hij natuurlijk ook ooit nog een keertje meemaken met iemand op Haan. Was dat, kan me nog als de dag gisteren herinneren, was dat... Cas Havenkort die tot 6 maal toe zich op eenzelfde punt liet passeren. Toen dacht ik dat Patrick de Vries een beetje ontplofte. Nou, dat scheelde niet veel, maar hij heeft het ook meteen daarna niet meer gedaan. Althans, dat heeft de Vries, zeker met heel veel talenten al vooropgeleid, even duidelijk gemaakt. En Cas Havenkort heeft zich ook ontwikkeld als een hele, hele goede rijder. En die komt er ook uit in de Rotax Max klasses. We hebben de tweede tijd. De eerste tijd is toch voor de man op de tweede plek. Dat is Thomas van Gerwen. En de eerste plaats is dan voor Dylano Overbeek. Dat scheelt niet zo heel veel hoor. De ene draait 46-1-4-5 en de andere draait 46-1-9-0. Dus het is echt peanuts waar we het over hebben. Maar het zit er wel heel dicht bij elkaar. Heel dicht bij elkaar is de kopgroep te vinden Overbeek. Achterblijvers krijgen we straks natuurlijk weer mee te maken in de eindfase. En dan vooral is dat wel zelf in de eindfase dat je dan met de achterblijvers te maken krijgt. Want dan kun je nog wel eens even kijken voor elkaar, krijgen dat de kaarten dan op een speciale minuut geschud gaan worden. We hebben 7 minuut 55 gehad. 7 minuut 55. Overbeek, 0,2 seconden, 2/10 heeft hij voorsprong. Dan hebben we het daar in de Parolin WF, is het Bart Sommer met Huub Peres en Levi Austin is de man voor Socrates. Ik zei het al eerder vandaag, zijn vader die voor Socrates zoveel... Kijk, Van Gerwen, hij had hem bijna weer te pakken. Hè? Bijna had hij hem, Overbeek. En Van Gerwen weer achter Overbeek aansluiten. Ja, dat kan natuurlijk zeker in de eindfase. Daar durf ik niets over te zeggen. We zijn in de 9e minuut beland. De 9e minuut in... Oh, er staat er een op zijn voorhoofd te wijzen. Die wat duidelijk wil maken aan zijn kind. Denk ik dan maar zo. Of de monteur. Zou ook nog kunnen. Ik kan het hier vandaan niet zien. Maar ik krijg bijna het idee wie het is. Denk ik. Kijk, daar komen we. Het is dan, let op, daar krijgen we Overbeek met Van Gerwen. En dan komen we dan straks in het bochtige gedeelte, krijgen we dan te maken met de achterblijvers. Ja, dan moet je echt snel handelen. Heel snel moet je handelen. Gaan ze aan de kant? Geven ze de ruimte? Kan dat allemaal? Ja, ze zijn genaderd. Ja. Heel netjes... Het zijn de mannen van de Parolin. Het zijn de mannen van de Parolin WF. En die weten dat donders goed. En ik vind het ook prachtig mooi dat ze die ook de ruimte geven. Dat ze ook makkelijk kunnen passeren. Het is er natuurlijk niet één. Hè? Het is een heel circus wat voorbij komt. En ja, als jongen zit je daar best wel een beetje te baren, denk ik. Maar ik heb een
verrassende mededeling voor u inmiddels. Want het is zo dat Overbeek toch daarvan geprofiteerd heeft. Kijk maar, want hij heeft toch meteen een gat geslagen ten opzichte van de tweede, Thomas van Gerwen. 19, achterblijver. Nou, de 19. Dan ook nog een blauwe vlag. Heel netjes gegeven. Onze Deutsche. Leute. Auf die rennstrecke. Herzlichen Dank. Zeer goed gemacht. Overbeek, Gerwen gaat er voorbij aan de nummer 19. 19 geeft de ruimte, nog steeds geeft hij de ruimte. Ja, mooi hoor. Echt, dat vind ik gewoon sportief rijden. Ondanks dat je er best wel een beetje van baalt. Maakt niet uit. Maar goed, in ieder geval het bordje laatste ronde. Ton van den Burgt, de wedstrijdleider. Nee, Ray Lansing is de wedstrijdleider. Ik heb me even vergist vandaag. Want het is Ray Lansing die hier vandaag de wedstrijdleider is bij de Nederlandse kampioenschappen. Biertak op Pottendijk. Ray Lansing, ja. Had hij al eerder kunnen zeggen eigenlijk, maar hij is nooit naar me toegekomen. Maar ook niet verteld. En dan is het Tom van den Burgt start en finishen vandaag hier op Emmen. Op Pottendijk. Komt hij aan. En Overbeek pakt hem. Ja, hij heeft de volle winst in deze man te pakken. Met Van Gerwen op 2. 3 mei. 3. Op 4 is het Bezemer. 5 Boos. Messendorp. Oostrom, Van den Hoek, Sommer, Sommer Couperus en Austin. Dat zijn de drie bij de Parelin WF.